We zijn bij Kiro in Rotterdam. We zijn het eerste Japanse curryhuis van Nederland. En hier kun je eens curry samenstellen van A tot Z. Is functioneel eten. Ja, cuisine, dus quick service restaurant willen we eigenlijk zijn. Je bestelt hem op een bestelzaal. Je kan het helemaal zelf samenstellen zoals je zelf wil. Hier dus binnen. En dan kun je dus kiezen voor een van onze specials. Maar het is eigenlijk veel leuker als je de Japanse curry helemaal zelf gaat samenstellen. Oké, ik ga voor de vinkel. Ja. En dan wil ik. Dan wil ik lekker wat kaas in, wat boontjes. Eigenlijk is twee of drie toppings wel goed genoeg. Dan ga je verder, dan kun je lekker nog wat side dishes nemen. Je kan wat salades, wat naambrood. Als je naambrood heel erg lekker erbij, dat kun je lekker breken. Dan kun je dat zo mooi door die saus in halen. Dan kun je een drankje kiezen. Ik wil meestal wel waterje. Maar we hebben ook een hele lekkere sake of een biertje. Dat past er ook goed bij. En aan het einde van je order, als je helemaal klaar bent, dan vul je dit nummer in. Dan pak je zelf je eigen drankje uit de koeling. Dan ga je zitten en dan komen wij het eten bij je aan. Goed man. Bestellen! Het lekkerste is als je rijst, saus en kip samenpakt. Weet je wel, dat je in één keer alles in één hand hebt. Oké, stokjes en een lepel, hè? Zoals die zei, dus een hap van rijst en de. Oh ja, ik heb een lieve kip. Zo? En een hap van je garnaal. Ja, de hoe dan? Ja. Oh, lekker die kaas. Ja, doe ik eerst een hap van dit. Wel lekker. We zijn zelf in Japan geweest en we hebben natuurlijk heel veel research gedaan voor Japanse curry en overal wat hoe daar gegeten werd en de zaken. Dat lijkt eigenlijk, de curry hebben we zo dicht mogelijk bij Japan geprobeerd te komen. De zaak heeft een Spaanse architect gemaakt. Daar werken we ook mee in Barcelona met een aantal zaken. En die heeft dan hier ook weer zijn uiterste best gedaan om hier een zaak te maken die wij heel gaaf vinden. En die ook heel goed bij het product past.